Welkom bij een nieuwe video. En dit is een video van de Puzzel van Duizend Stukjes, uitgegeven door Holtsen Funny World en HFW. Holtsen, hier zie je het rechtsboven. Puzzelfabrikant uit Nieuw-Zeeland, sinds 1939 inmiddels. En je ziet deze doos is iets anders dan de andere doos van Holtsen Funny World. De blauwe doos, de iets nieuwere doos. En dit is de puzzel van Kassa erbij, oftewel Q-Dub. En duizend stukjes, jaartal is onbekend, staat er niet op, weten we niet. Tekenaar is Jan van Haasteren. En in ieder geval deze puzzel van Kassa erbij, van duizend stukjes, door Jumbo uitgekomen in 2014. Dus hij is in ieder geval na deze datum of in dat jaar ook uitgegeven door Holtsen. Nou, Holtsen Funny World heeft iets andere stukjes dan de Jumbo stukjes. En de afmetingen zijn 68,8 bij 49,3. Dus verschilt een klein beetje van de 68 bij 49 van de Jumbo puzzels. Nou, wat kunnen we hier nog meer over vertellen? Ja, deze kas erbij is natuurlijk ook een Poyes uitgave van uitgekomen. Hè? Een jubileum uitgave dat Poyes een aantal jaren bestond. En we kunnen nog eens eventjes kijken. Ook hier weer, wat je bij andere Holtsen Funny World puzzels ook ziet. Er zijn vier puzzels met hetzelfde nummer uitgekomen. En die staan hier allemaal achterop. De building site, dus deze hebben we allemaal als nummer 09662. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar dat is het nummer. Clash of the Bakers, taarten toernooi. En Wacky Water World, die is er eentje. En Q-Tub. Dus deze zijn het allemaal. Ja, misschien leuk om even te lezen. Hebben we nog niet eerder gezien. Een klein beetje vertalen. 1936 in Schiedam geboren. En hier staat na 5 jaar ging hij ook strips tekenen. Baron van Tas tot Zeveren heeft hij getekend. En hij heeft een poster gemaakt. Dat staat hier voor de Lemon Jennifer. Voor Heineken. En daar is later de puzzel biljarten uitgekomen. Hè? Die Jan van Haaster heeft getekend voor Raasburger. En later ook voor Jumbo is hij nog uitgegeven. Hier staat nog meer. Hij heeft dus ook Olympic Games. Dat is de Olympische Spelen. Maar dat was dus eerst een poster. Dus ook een puzzel van geworden voor Jumbo. En een aantal posters dus voor Colt International. Dat was ook een bedrijf. Bijvoorbeeld Some Like It Hot. Hè, die is daar uitgekomen als puzzel. En er is nog eentje met Colt International. Dat Colt zie je dan ook op die puzzels terugkomen. Dat waren dus eerst posters en er later puzzels van gemaakt. Nou, ook nog voor banken en verzekersmaatschappijen. En even kijken. Later is hij exclusief voor Jumbo gaan werken. En je ziet hier ook Jumbo natuurlijk staan. Nou ja, het is een leuk merk, een bijzondere. Het is een zeldzame puzzel, die Holtsen Funny World. En we weten niet of die meer waard is. Dat ga ik nog even ondervinden. Want ik ga hem TCT ook verkopen op Marktplaats. En eens kijken wat er geboden wordt voor dit soort HFW-puzzels.